Daily Minutes, 1 oktober 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Het is 22 september 2022. Dit zijn de Daily Minutes in het Nederlands. Ik had de recorder nog niet gepakt. De intuïtie van katten is feilloos. Martine begon meteen te schreeuwen. Het is niet te geloven. Ik neem dit op met een iets andere microfoonopstelling. Ik heb hier een plopkap op. Om buiten te gebruiken. Ik denk dat ik bij de videoopname deze recorder erbij neem. Voor het geval het geluid van de videoopname waardeloos is. Dus ik heb twee van deze audiorecorders. En eentje die was al voor het doel bestemd eigenlijk en eentje voor de studio. Maar er is van mij al mijn plannen niet zoveel van terechtgekomen. Dus ik denk dat ik de kat nu maar eens bij de oren moet vatten. Nee, de koe bij de horens. Ik weet niet of het te horen is, maar het gejammer gaat net zo vrolijk door. En de nood is kennelijk heel hoog. Ze heeft net een reten gehad. Dus dat, ik weet niet wat het beest heeft deze week. Maar ze is, ze is erin geslaagd om haar dieetvoer niet meer te eten. Dat gaan we toch weer even afleren. Want ze stopte gewoon met eten. Maar nu jammert ze waarschijnlijk dat ze weliswaar nog genoeg dieetvoer heeft. Maar dat het lekkere eten wat ze liever heeft, dat dus op is. En dan schraapt ze dus precies. Ik leg het er strategisch bovenop. Dan schraapt ze er dus precies vanaf. Dus even kijken wat er nou zit met dat beest. Wat is er voor geluid? Ja, dan moet ze maar plopkap snuffelen. Die is nieuw. Die kent ze niet. Grote griebels. Wat is er aan de hand? Wat is er dan? Wat moet ik doen? Zeg eens wat. Nou, niet dus. Nou, dit is weer een audio-opname waar ik eigenlijk een beetje hekel aan heb. Een about of een meta. maar ik ga het toch doen. Ik mis het dagelijks een item maken, dus daar wil ik echt mee verder gaan. Maar dat werkt niet voor video. Dus ik moet toch een mode of operation zien te vinden. Ik wil het wel om het Engels doen. Dus het is makkelijk dat ik nu met de microfoon voor me eigenlijk niet op de Nederlandse woorden kan komen. Maar het komt ook een beetje doordat ik vanochtend te veel in het Engels gewerkt heb. Maar wat ik vooruitlopend daarop wil doen is in het Nederlands. Ik denk dat ik een serie ga maken over hoe je energie kunt besparen. Er zijn wel aardige dingen over te zeggen. Hoewel ik uit mijn kennissenkring wel wat skepsis heb ontvangen of het allemaal wel werkt. Maar ik ben daar toch redelijk, ik ben er absoluut zeker van. Dus geen overdreven dingen. Maar er zijn wel aardige tips en zaken. En als je dingen weet die misschien handig zijn om te vermelden. Dan kun je die ook sturen aan het korte mailadres wat ik wel vaker genoemd heb. xdv.me xdeltavictor.mikeecho. Jawel, dus dat is wat ik de komende week of zo wel zal proberen te doen. Het zal misschien niet in eerste instantie elke dag lukken, maar korte itempjes. En dan heb ik in ieder geval wat. En dan heb ik van daaruit een startpunt om met de video verder te gaan, wat eigenlijk ook moest gebeuren. Ik heb één filmpje geproduceerd met Pedestrian Mobile. Die was in Nederlands met onhandige Engelse ondertiteling erin, die Google totaal op de verkeerde tijdstip. Maar goed, het was wel begrijpelijk. Maar in ieder geval loopt niet echt de tekst loopt niet synchroon, die ik wel zelf vertaald heb. Maar ik weet niet hoe je dat makkelijk kunt aanpassen. Ik moest allemaal cijfertjes intikken, nou, daar begin ik niet aan. Dus ik heb het maar zo laten staan. Onbegrijpelijk was het niet. Dus het is prima. Maar de rest moet wel in het Engels gaan. Ik doe hier geen titels bij. Ik hoop trouwens dat die plopkap goed klinkt. Ik heb een paar maanden geleden een stuk of 5 of 6 van die plopkappen gekocht in allerlei kleuren. Deze is yellow.
Ja, dus dat ben ik van plan. En dan, ja, wat toch gescript. Dus wat niet wat ik nu doe voor de vuistig. Ik heb nog sinds maart een stuk of 4, 5 behoorlijk lange Daily Minutes opgenomen, oude stijl. En die heb ik niet gebruikt. Telkens had ik opnieuw inspiratie. En ja, dan dacht ik van, ik weet nog niet wat ik doe. Het kan zijn dat ik die als audiobestand toch wel gewoon gebruik. De bedoeling is om deze ook op YouTube te zetten. En al die andere ook van de besparingstips. Daar is wat in en ander te doen. En misschien kan ik ook nog wat doen over het totaal off the grid gaan. Daar zijn ook nog wel aardige dingen voor. Ik hoorde laatst van iemand die de warmte opsloeg in een kelder die hij niet gebruikt. Door er gewoon een grote hoeveelheid een waterreservoir met heel veel water in te zetten. Nou, zo zijn er allerlei technieken die natuurlijk als de prijzen hoog worden. En ook als is natuurlijk al langer wat aan de hand wat betreft de klimaatgedachte. Maar dan worden mensen ook creatief. En er komen soms wel leuke dingen uit. Als het niet nodig is, dan zie je dat niet gebeuren. Er zijn ook wel wat onzin dingen. Ik zie zelf niks in groene stroom. Ik vind dat echt zo'n kapitalistisch idee dat je virtuele groene stroom hebt. En als je dan met een vliegtuig gaat, ja, wat ik denk dat ze gewoon doen, is ze leggen dat bos alvast aan. En dan zeggen ze, nou, die stukjes die hebben we al uitgegeven en dat stukje bos hebben we nog niet uitgegeven. Nou, dan gaat Pietje, die gaat op vakantie en dan strepen ze dat stukje bos af. Van, nou, dat hebben we ook aan een vliegruis. Ik moet iets niet vergeten, maar dat hebben we ook aan een vliegruis toegekend. Nou, daar zie ik dus niks in. Ik wil de stroom die groen wordt opgewekt ook zelf gebruiken. En niet zoals nu hier s'nachts waarschijnlijk gebeurt dat wij stroom uit Franse kerncentrales gebruiken. Waar ik dan de tarief voor groene stroom voor betaal. Hoewel ik dat eigenlijk niet wilde. Hoewel ze hebben dat net weer afgeschaft. Mijn elektriciteitsbedrijf had me op groene stroom gezet. Ik zei, ja jongens, dat is toch duurder. Nee, dat was in dit geval goedkoper. Dus, nou ja, goed, dan heb ik niet echt bezwaar. Maar ik heb een beetje morele problemen met het fenomeen. Maar goed. De manier is natuurlijk om zowel het bos aan te planten als gewoon niet te gaan vliegen. Ja, hoe simpel kan het zijn? Maar er zijn mensen die zo aan het vliegen verslaafd zijn. Ik snap wel, als je in een ander land woont en je familie zit hier, dat natuurlijk ook wel enig nut heeft. Maar hele verre vakantiereizen, kiwis uit Nieuw-Zeeland, laten we dat nog niet doen. Dan hoeven we daar ook geen kiwibos voor aan te leggen naast dat kiwibos om de CO2 weer te compenseren. Die dan in Nieuw-Zeeland gecompenseerd wordt terwijl we het hier opsoeperen. Nee, daar zie ik echt niks in. Dus die stoelendans wil ik niet meedoen. Maar er zijn wel echt dingen die echt hout snijden en die echt ook simpel te verwezenlijken zijn. Maar het is allemaal maatwerk. Dus of dat in jouw situatie werkt en voordeel oplevert, ja, dat hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf. Nou ja, dat is wat ik wil gaan doen. Ik wil ook met je goed beslagen ten ijs komen. Dus ik denk dat ik niet morgen al iets heb, hoewel je weet het nooit. Maar toch ook een beetje uitleggen wat erachter zit. En waarom het werkt. Maar misschien een goed idee is of misschien niet. Nou ja, dat soort dingen. Ja, tot zover voor vandaag. Deze podcast was opgenomen op 22 september. Dat was op een donderdag.